Het feest van de heropening van de Mariaschool duurt een week. En het motto van deze week was circus. Hoe kan het ook anders? Want het circus was in de stad. Ga je mee, oei, oei. Ga je mee, oei, allemaal. Circus, naar het circus. Jongens, de dans. Ga je mee, oei, oei. Ga je mee, oei, oei. Circus in de stad. Van vertellen. Er waren eens jongens en meisjes in een circusklasse Maria. Drie beren. Een klein babybeertje, een moederbeer en een vaderbeer. Ja, ja, echt waar. En op een zekere dag was het zo koud in het circus dat de drie beertjes zeiden: wij kruipen alle drie lekker bij elkaar. En toen ze bij elkaar waren, kregen ze het gelukkig lekker warm. Ze kregen het zo warm, jongens en meisjes, dat ze zeiden: even een beetje opschuiven hoor, anders krijg ik het te warm. En toen ze die nacht al slaap hadden, moet je kijken wat er toen was gebeurd. Alle drie beren even groot. Is dat niet knap? Even een applaus voor het deelnemers. Oh nee, ja, heel knap. Heel moeilijk. Kijk. Oh! Ja, goed zo! Yeah. Even een applausje voor Mr. Royal! Even een applaus! Even een applaus! Is Frutsel er niet? Laat maar. Hij zat verstopt tussen het papier. Frutsel, kom dan hier. Dit is de klant van de hele gevallen. Yeah. Ja, nou, hoe het ook. Zit Frutsel in een oud papier. Jongen, kom nou gauw hier. Hou je mond, maar zeg maar niks. Je bent precies je vader, alsof zo'n rare slordekost. Maar, maar tante, ik dacht dat u vanavond maar zou komen. Wel ja, zeg het maar dat ik niet welkom ben. Dat we maar beter thuis hadden kunnen blijven. Dat zei ik niet, tante. Hou je mond, het is zo weer meer dan genoeg. Oh, Frederik. Je hebt de koffers nu al neergezet. Dat zie ik. Goeiedag, wat moet het type van je denken? Dat geen manier. Wel ja, sta mijn vader op te vreten. Kan er niet zoeken voor je tante af? Nee, nee, laat maar. Je tante kan dat pot op. Al het onzinnige, wat doet dat geknuffel? Je vader droogt zijn handje naar. Bah. Wat moeten die twee rare figuren dan? Oh, tante, dat zijn Frutsel en Mini. Ze komen uit de circuszender. Een circus? Oh, oh, wat leuk zeg. Een circus? Ik heb altijd al... Hou je mond! Bemoei je er niet mee. Alsjeblieft, had je me nodig? Ik hoorde je gillen. Verschrikkelijk! Een circus, die lui moet hier onmiddellijk weg. Misschien hebben ze wel luizen of vlooien. Au!
Dat spijt me, tante, maar ze kunnen niet weg. Kunnen niet weg? Nee. Want ik heb ze in dienst genomen als model en voor het huishouden. En schoon te maken. En om te koken. En als je iemand in dienst hebt genomen, kun je ze niet zomaar ontslaan. Nee. Dat is waar, dat staat in de wet. Ze moeten minstens een maand blijven, daar hebben ze recht op. Een maand? Nee. Natuurlijk sukkel. Natuurlijk sukkel. Weg wat, mevrouw? We blijven hier nog minstens een... Zo goed. Nou, ik vind het maar een raar ding, hoor. Ik ook. Het past niet eens. Oh, Frederik, hoe is het mogelijk? Het moet aan de andere kant. Aan de andere kant? Hij zit niet. Oh, ik krijg er wat van. Ja, ik kan niet eens zo lang prikken. Nou. En waarom zou dat nu niet meer kunnen? Nou. Ik zou het best niet echt maken. En dan gaan we nu maar limonade. Ja, en daar heb ik ook nog een hele leuke mededeling. Frutsel en Minnie, vanaf nu komen jullie weer in mijn circus komen. Pico bello, 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 pico
vinden, want de jongste kinderen van onze school laten zien en horen. Zoiets geks, ik heb een taakcomplex. Krijg ik een dikteetje op, dan knast het in mijn kop. Hoe schrijf je dat nou weer? Zo gaat het iedere keer. Ik zit er toch zo mee, moeten met een D of T. Ik heb toch zoiets geks, ik heb een topografisch complex. Want stelt meneer de vraag, waar ligt dan wel Den Haag? En ik heb het niet goed geleerd, dan is het antwoord vast verkeerd. Het is meneer die knort en geeft een 5 op mijn rapport. Ik heb toch zoiets gek. Ja, niet om hier. Ja, opgelegd. Ja. Dat was goed. Ik had dat er ook goed gedaan. Veel te makkelijk van.
je hand eens zien? Ik zie heer Leijden dat het heel goed gaat op school, klopt dat? Met rekenen gaat het goed uit. Goed zo, nou zie je wel, dat zie ik hier. Het gaat heel goed. 6 wat jouw geluksgetal. En 3 wat jouw geluksgetal. Kijk maar, kleur opgooien. Oranje. Blauw. Ja, klopt dat? Mag ik eens kijken? Een ring van een gelukkig huwelijk. Wil je graag trouwen? Ja, hoor. Ja? Nee, gaat mij. Je trouwt niet heel vroeg. Je trouwt wel als je wat ouder bent. Hoe oud? Even kijken, dan kun je me je hand even zien. Ja, daar ben je bijna. Ben van de Kamer, hoofd der school. Deze week circusdirecteur. Ja. Ben, het was een vreselijke leuke week. Ja, ongelooflijk leuk. We hebben dit al natuurlijk een paar maanden van tevoren georganiseerd. En grote lijnen zo uitgezet. Maar je weet nooit hoe het lopen zal. Maar de sfeer is fantastisch. Ook met ouders, met kinderen en in het team onderling. Want het is natuurlijk toch een heel verschil, ook kleuters en lagere school bij elkaar. En om dan zulke soort feesten te organiseren, dat is, het is uitstekend gelopen. En nu moeten we maanden weer gewoon sommen maken natuurlijk, hè? Ja. Vind je dat ook leuk? Nee. Ja, dat dacht ik wel. Jongens, jullie hebben de hele week nu feest gevierd. Hoe was dat nou? Best wel leuk. We hebben van alles gedaan. Vind je dit leuker als taal en rekenen en aardrijkskunde? Ja, natuurlijk. Ja? Dat is veel leuker. Jullie hebben de hele week niets anders gedaan dan feest gevierd, hè? Dat klopt, ja. Van alles. We hebben van alles gedaan, zoals vosjacht en zo. Dus niet gerekend. En maandag weer gewoon met de handen over elkaar en sommen maken? Ja, dat moeten we maandag weer doen. Dus. Jammer, hè? Ja, heel jammer. Jongen!